dat soort films moeten meer gemaakt worden. Dat gewoon de vrouw centraal staat en de vrouw kiest voor zichzelf. En fuck al die fuckboys toch? Ja, toch? Ik speel de fuckboy. Welkom bij een nieuwe aflevering van Dook Duikt In van Club Next. Elke week heb ik een nieuwe gast en deze week is het Olaf. Welkom. We beginnen eerst met een paar Next-vragen. En Next-vragen zijn vragen waarbij ze kunnen denken... Next. Welke acteur mag meteen van tv en hoeft nooit meer terug te komen? Jeetje. Dat kan ik toch niet zeggen, man. Nee, man. Je kan hier alles, je mag hier alles zeggen wat je wil. Next. Waar word je nou echt ongemakkelijk van? Van dit soort vragen. Wat is het ongemakkelijkste moment op de set of het toneel geweest? Dat ik mijn tekst vergat. En vind je jezelf een goede acteur? Probeer ik te zijn, denk het wel. Ja, ik kan wel wat. Oké, tot zover dan de next vraag. Dit was dan weer. Ja, gelukkig. Ik ben heel blij dat je er bent, want de vorige keer toen je te gast zou komen, toen werd het opeens een paar uur van tevoren gebeld. Oh mijn god, er komt een baby. Ja, ja, ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Is het een jongen of een meisje? Meisje. Hoe is het om vader te zijn? Ja, fantastisch. Voelt, ja? Voelt alsof het nooit anders is geweest, man. Nee? Nee, het voelt heel natuurlijk en het is een beetje zwaar, maar het is fantastisch. Maar het voelt alsof het nooit anders is geweest, maar dat is toch wel een verandering, lijkt me. Ja, dat wel, maar het is, ja, ik en mijn meisje, we gaan gewoon goed met elkaar. Ja? En het is gewoon een aanvulling op onze liefde. En was het altijd iets dat je dacht van, ik ga sowieso kinderen? Ja. Het liefst veel, maar... Oh ja? Ik ben nog niet... Nu ik er eentje heb, denk ik van oké, even wachten nog. Er verandert wel veel, maar ik bedoel gewoon meer in de zin van het ging heel organisch. En het is niet dat ik ineens... we hebben geen echt nachten wakker. Ze slaapt goed door. Wat heerlijk. Ze geeft borstvoeding, het beste wat er is. Dus het is... als er iets is, is gelijk pap. Dus, dus nee, man, het is gewoon hartstikke leuk. Wat heerlijk. Ja, ja, ja. Oh, dat klinkt als een topbaby. Ja, zeker. Je hebt een topbaby gemaakt. Je speelde in de voorstelling De Hokje. Die heb ik gezien in het theater. Ja. Maar die is nu verfilmd. Vandaag in de studio een spraakmakende gast. Zenuwachtig? Ik zou het doodeng vinden. En kogels je fucking moeder, man! Oké. Okay. Toch een crimineel? Iedereen weet wie hij is, maar niemand kende tot vandaag zijn echte naam of zijn gezicht. Wow, zeg, helemaal nat. Hij werd jarenlang de Stille genoemd. Hey, Smetta, je gaat me niet kapot maken, hoor je? Denk aan homohaan, criminaliteit. Dat komt toch allemaal bij jullie veel vaker voor? Fuck, gaat die chick praten over onze fucking cultuur, man? Amar, heel veel bloed. Is het een soort van tv-registratie geworden of is het gewoon echt helemaal opnieuw? Het is echt een film, tenminste, ja, dat heeft Tim Kamps, de regisseur, ook van het theater... heeft dat er echt voor geprobeerd te zorgen om dat echt een film ervan te maken. En dat is gelukt, denk ik. Ik heb het nog niet gezien. Ik heb het nog niet gezien, maar ik heb wat dingetjes gezien en het zag er tof uit. En waar gaat De Hokje over? Het gaat over een acteur die zich voordoet als een topcrimineel van de mokromafia. En hij komt daar binnen een talkshow samen met zijn zus. Dat is een advocaat die wordt tegengewerkt en die ook naam probeert te maken, net als hij zelf. Maar hij dan in de acteerwereld en zij in de juridische wereld. En ze komen dat tv-programma eigenlijk een beetje kapen. En dat loopt helemaal uit de klauwen. Ja. Nog licht gezegd, ja. Licht gezegd, ja. Ik heb het gezien, ja. Het gaat heel erg over inderdaad over de hokjesgeest en stereotyperingen. Hoe ervaar jij dat? Is dat iets wat ook bij jou speelt? Stereotyperingen? Ja. Natuurlijk. Daar heb je mee te maken. Op wat voor manier? Dat het vaak altijd voor de Marokkanenrol is. Dat het vaak mootje, de tasjesdief of de drugscrimineel is. Dan is het ook nog vaak niet mokromafia-waardige kwaliteit, dat je denkt van uit man, vet, die shit wil ik doen. Dan is het ook nog vaak dat je denkt zo van, oh oké. Okay. Wat moet ik hiervoor? Ja man, SBW Flikker Maastricht, dan moet je weer de Syrische vluchteling spelen. Maar je bent Marokkaan. Dus dat soort dingen, dat is dan wel vaak iets minder. Ja. Maar er zit verandering in, dus let's hope for more. Maar hoe is het dan als je dan daar dan steeds wordt voor gevraagd? Ja, in het begin denk je gewoon van uit man, fuck it man, we doen het.
Maar steeds blijft hetzelfde, want je denkt steeds vanuit, maar een deurtje gaat steeds verder open. En dat gaat het ook wel. Maar je hebt meer mensen achter de schermen nodig die zich daar hard voor maken. En dat gebeurt nu steeds vaker. Ja. Maar ja, als die er meer komen, dan gaat de deur ook meer open. En is dat ook iets wat alleen in je werk speelt, of is het ook in persoonlijk soms? Ja, kijk, hoe ik erbij loop, trainingspak, dus ja, soms vraag je er een beetje om met een muts en petje laag op en zo, maar ja, het zou niet uit moeten maken, maar ja, soms zie je wel eens een tasje weggetrokken worden. Oh, dat en zo van, oh, bent u bang, mevrouw? Is niet nodig. Nee. Dus, ja, dat. Hou je daar rekening mee of is het gewoon iets wat je... Nee, want overkomt je, je wilt er ook helemaal geen rekening mee houden, want ik zie mijzelf niet zo. Ik zie anderen ook niet zo. Ik zie ze gewoon, je weet toch, als mens. Wat we ook allemaal zijn, dus ja, fuck het hoe je eruit ziet. Ja. Dus ik hou me er niet mee bezig, maar soms ja, word je ermee geconfronteerd. Ja. En vaker met werk dan in het dagelijks leven. En waarom zei je tegen deze rol van Tim Koms, waarom zei je daar wel ja tegen? Waarom wilde je dit doen? Nou, de achterliggende gedachte ervan, man, die is gewoon heel tof. Omdat het een acteur is die zich doet... Ja, het is gewoon een heel absurdistisch stuk. Dus het zal nergens op slaan als dit in het echt zou gebeuren. Maar daarom is het ook tof om te laten zien eigenlijk in een uitvergroting van hoe het zit in de sector. Waar wij als acteurs van kleur tegenaan lopen. Omdat hij ook gewoon breaking character, dat zie je ook gewoon erin, dat hij... Hij breekt gewoon met zijn mokromafia personage. Maar wordt hij weer door de media, zeg maar, wordt hij een pistool op zijn hoofd gezet. Ja, nu ben ik aan het spoilen, moet ik niet doen. Maar nee, de achterliggende dachte was gewoon goed. De schrijfster Dunja, die is ook gewoon hartstikke top. En ja, dat man. Ja, het was gewoon een goed team en het was gewoon een goed verhaal en het was gewoon een tijd en het moment. En het was gewoon een grote rol ook voor mezelf, dat ik dacht vanuit man. En het voelde gewoon alsof dit maatschappelijk en gewoon iets voor... Ik had ook berichten van kids van scholen die kwamen kijken, die zeiden ook vanuit man. Ik voelde me gerepresent of die ook gewoon hier tegenaan lopen. Dat ik denk zo vanuit man, op die leeftijd al 15 jaar, 16 jaar mbo-scholieren die hier al tegenaan lopen. Dat ik denk, wow, joh, moet je helemaal niet mee bezig zijn. Maar dan denk ik vanuit man. Het heeft iets goeds gedaan. Ja, en hoe voelt het dan als je zo'n bericht krijgt van iemand van 15? Ja, dan denk je van, man, hier doe je het voor toch ergens, weet je. Het is voor jezelf gewoon een goede shine, maar het is ook gewoon ja, voor de community dat je denkt van, man. Ja, en wilde je altijd al acteren? Op zich wel, ja. Ja, op zich wel? Ja, ik zag het altijd, maar het was altijd gewoon een beetje ver van mijn bedshow. En ik heb wel altijd gedanst vroeger als jongen. En toen na VMBO en veel blowen en dit, dat, niet weten wat ik moet doen met mijn leven op 16 jaar. Hoe zou je het ook kunnen weten? Ja. Maar toen ging ik, mijn vader is boekhouder, toen dacht ik vanuit man, ga ik zo'n opleiding doen. Maar dat vond ik helemaal niks. En toen zei een vriend van mij, joh man, er is zo'n opleiding in Groningen, MBO. Toen dacht ik, uit man, let's go. En toen dacht ik ineens van, hé man, ik kan praten op toneel. Toen dacht ik, hé man, dit is vet. Dus toen... Ja man, zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Eigenlijk van wat ik altijd al wel een soort van ambieerde, maar altijd dacht van nee man, hoe ga ik dat ooit kunnen bewerkstelligen? En ja, gewoon zo. Maar en waarom was het een ver van je bedshow? Want je zegt, ik wist niet of ik het kon bewerkstelligen. Ik kom uit fucking Groningen man. What the fuck acteren joh. Dat je denkt, uit man, je zag Will Smith, dat soort dingen. Dat je dacht, uit man, dat lijkt me tof. Maar ja, het was nooit echt dat ik dacht van uit man, dit is iets, ja, waar moet je beginnen? Ja, dus en hoe heb je dan uiteindelijk, dus je bent door die vriend, ben je dan in Groningen bij een MBO toneelschool was ik zeg maar een soort van, ja, denk ik op me een beetje kunnen bewegen, aangenomen. En ja, toen leer je een beetje praten op toneel en leer je een beetje met ja, Don Duins teksten en gewoon wat, ja, wat gewoon wel gemakkelijk en gewoon chill is, no hate to Don Duins verder of zo, maar... ja, dat was gewoon easy going en toen dacht ik ineens van, vet. En toen kwam ik bij een stageplek bij Like Minds in Amsterdam. En daar heb ik super veel geleerd. En ja man, toen deed ik een voorstelling en toen kwam eigenlijk de kans om auditie te doen op Maastricht. Mm-hmm. En ja, toen is het eigenlijk nog sneller zo gegaan. En hoe was het om in Maastricht dan ineens te studeren, 4 jaar toneel? Ja, het was een rollercoaster man.
was een rollercoaster. Ja, vertel eens, hoezo? Ja, gewoon jezelf tegenkomen en ineens met dramaturgie dat je denkt, bro, ik heb hier nog nooit van gehoord, maar Aristotelisch drama, verticaal, horizontaal, wat heb je het over? Ja. Maar ja, man, dat soort dingen, man. Je voelt je dom, maar je ziet jezelf op andere vakken, zie je jezelf wel sterk zijn, weet je. Dus ja, op den duur ga je gewoon een switch maken en dat je jezelf gewoon een soort van, ja, je bent gewoon aan het leren, man. En wanneer je dat inziet, ga je gewoon groeien. Ja, was dat makkelijk om die switch te maken? Ik heb daar wel, denk ik, twee jaar over gedaan, man. Dat ik dacht van, oké, nu heb ik het soort van, niet door of zo. Ik heb het nog steeds niet helemaal door, maar wel dat je denkt van, ja, beginnen een soort van kwartjes, stuivertjes te vallen en zo. En je denkt dat it's us against the world of zo, denk ik. Of it is me against the world, denk je. Maar wanneer je door hebt van, ja, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En we zijn allemaal bang dat we het slecht doen. We zijn allemaal bang dat we niet kunnen spelen. Ja. Oh, ik snap het niet meer. Het is gewoon leuk, man. Het is het leukste vak wat er is, vind ik. Ja. En je speelt nu ook in de film Meskina, die uit gaat komen. Ja, dat is ook weer zo'n pareltje, man. Dat is ook, ja? Waarom is het een pareltje? Ja, omdat het ook gewoon weer iets voor de community is, man. Wat lang geleden is gewoon, wat zo wordt gerepresent, man. Er is gewoon zoveel mensen van kleur achter de schermen, op scherm, het verhaal. Dus kan je even kort uitleggen waar het verhaal over gaat en wie jij speelt? Het verhaal gaat over een meisje, een vrouw. Die wordt gespeeld door Maria Massouni, die gaat met mij. Ik ben een soort van celebrity producer daar in die film. En ik ga vreemd en daardoor wordt er een soort van start haar motor. Wat kan er misgaan als je leven een sprookje is? Alles. Het is een ander verhaal, man. Het is een meisje ze maakt gewoon een beslissing die gewoon, wat je gewoon niet ziet in films. Het was altijd het meisje dat achteraan hobbelt. Zeker nu ik ook nog een dochter heb, denk ik helemaal, ja man, fuck ja. Dat soort films moeten meer gemaakt worden, dat gewoon de vrouw centraal staat en de vrouw kiest voor zichzelf. En fuck al die fuckboys toch? Ja toch, ik speel de fuckboy. Ja toch. Heb je nog een final tip voor iemand die zit te kijken en die ook jong is en denkt, shit, ik wil het ook gaan doen? Gewoon doen. Ja? Gewoon doen, man. Gewoon doen. Gewoon, waarom niet? Wat heb je te verliezen, joh? Iedereen gaat nee zeggen, maar ja, als je in jezelf gelooft en je denkt dat je het kan, gewoon doen. Er zijn fucking veel slechte mensen die het wel doen. Ik noem geen namen, dus jij kan het ook. Ik kan het ook, dus jij kan het ook. Oké, heel erg bedankt. Wil je de film Meskina en De Hokje zien? Ga naar onze socials, want je weet precies wanneer en waar je het kan vinden. Wil je nou meer zien van Dook Duikt In? Klik dan hier. Wil je meer zien van Club Next? Klik hier. En wil je abonneren? Klik dan hier.